Yes, dames en heren, super dat jullie kijken naar een gloednieuwe video over de W11.3 update die zojuist is gedropt. We gaan gelijk beginnen, grote update, druk nog eventjes op het duimpje omhoog als je hype bent. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal, zak te veel gevraagd in de itemshop en vanaf jouw aankopen krijgen wij 5%. Oké, de eerste leak, we gaan er super snel doorheen. De eerste leak is dat, of nou ja, leak, het is een nieuw dingetje, namelijk het nieuw stapje als je de game opent is helemaal veranderd. Ziet er nu veel groter en veel duidelijker uit. Dan, de volgende. Dit zijn loading screens. Namelijk 3 loading screens zijn toegevoegd aan de W11.3 update. Dus ja, als je een nieuwe wallpaper wil, moet je deze zeker weten eventjes opzoeken op het internet. Zijn overal wel te vinden, denk ik. Ik kan geen downloadlinkje jammer genoeg achterlaten in de beschrijving. Dan het volgende dingetje. En dit zijn de 14 Days of Fortnite Challenges plus items. Jullie zien het. Season 11 Winterfest, oftewel Season 1 eigenlijk. En allemaal gratis items die we kunnen unlocken. En natuurlijk super vet, de 14 Days of Fortnite. Elke dag weer een bijvoorbeeld een wrap, een emote, een backbling, een pickaxe, een spray, een glider, een trail. Ga zo maar door. Allemaal gratis dingen die we dus kunnen unlocken. Dan gaan we over naar het volgende. Dit gaat over het nieuwe evenement wat eraan gaat komen. Namelijk de 14e. Dan kunnen we natuurlijk verwachten dat er een nieuw evenement aan gaat komen in verband met Star Wars en Risky Reels. Nou, allereerst, Risky Reels is een klein beetje veranderd zoals jullie zien. En misschien zag je het ook al wel in de gameplay. Ik weet het niet. Ik weet niet waar de gameplay nu is. Maar in ieder geval, ik ging er wel heen in de gameplay. Super nice in ieder geval. Wat kunnen we daar verwachten? Nou, jullie zien hier allemaal dingen. Tweetjes van Fortori. Allemaal rare dingen die gaan gebeuren in ieder geval. Dus dat is natuurlijk super nice. We kunnen ook verwachten dat er encrypted skins nu in de file zitten. Dus dat we nieuwe skins van Star Wars gaan krijgen. Wat natuurlijk super vet is. Daarnaast een aantal logo's. We hebben ook een animatie die we tijdens het evenement kunnen verwachten. Dus dan staan we bij Risky Reels. En dan gaan we zeg maar soort van animeren onze poppetjes. Dus dat gaat aan de ene kant wel grappig worden denk ik. De 14e. Wij zijn er live bij. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. Er is trouwens ook een countdown. Ben ik helemaal vergeten te zeggen. Dus het event is 100% zeker weten nu confirmed. Maar dat was het eigenlijk al wel. Dan het volgende dingetje. Er is weer wat te zien als je naar de zee kijkt. Ik weet niet of dit daadwerkelijk iets is, zeg maar. Of dit te maken heeft met iets. Of dat het gewoon een random eiland is. Maar in ieder geval interessant. Dit hebben we natuurlijk eerder gezien in, volgens mij, Season 7. Want toen zagen we ook iets heel vers. Toen waren wij trouwens World First die dat zagen. Ook namens Fortori trouwens. Maar goed, dat boeit ook allemaal niet. Ik probeer daar nu stoer mee te doen. Maar we zijn bezig met de leaks. Laten we doorgaan naar het volgende dingetje. En dit zijn de overtime challenges. Dus super nice aan de ene kant. Maar we weten niet wat we krijgen. Dus de challenges zijn bekend. Maar we weten niet goed welke skins en alles. En wat we erin kunnen verwachten. Eén ding weet ik zeker. En dat is dat we de Battle Pass nodig hebben om deze dingen te unlocken. Dus die moet je eventjes even koppen. Oké, dan gaan we door naar het volgende dingetje. En dit heeft met de map te maken. Namelijk de map is nu helemaal... niet helemaal. Hij is nu voor 1/4 veranderd. En uiteindelijk gaat hij er zo uitkomen te zien. En ja, dat is natuurlijk super grappig. De map is ondertussen volgens mij wel een beetje in de kerststijl al. Dus natuurlijk super vet. En uiteindelijk kunnen we dus verwachten dat de hele map onder sneeuw ligt. Wat super vet is. Dan gaan we door naar het volgende dingetje. En dit is een big thing. Namelijk, er is een soort van tweede battle pass geleakt. Namelijk die Fortnite Annual Pass 2020. En hierbij zitten dus skins en eigenlijk alles wat in een normale battle pass zit. Alleen dan voor ongeveer 25% qua grootte. Dus 1/4 van een normale battle pass. En deze battle pass moet je ook weer apart kopen. Zal waarschijnlijk rond de 5 euro zijn, gok ik in ieder geval. Of misschien wel 3 euro. Dat weet ik niet helemaal. Maar die Annual Fortnite Pass, blablabla, die kunnen we dus binnenkort aanschaffen. Of misschien nu al. Ik weet het niet, eerlijk gezegd. Oké, dan gaan we door naar het volgende dingetje. En dit heeft te maken met emotes. Emotes, laten we daar eventjes naar gaan kijken. Thank you.
Ja, die emote is best wel grappig, maar we gaan gelijk door naar het volgende dingetje. Namelijk, dit heeft te maken met een nieuwe skin. Namelijk de Codename 11 Mint Version. Die hebben namelijk nu OG varianten gekregen, wat super dik is. En de normale Codename 11, die kunnen we binnenkort kopen in de item shop. En dat is een van de meest bijzondere skins die je kan kopen. Namelijk meer dan 600 of 700 dagen lang niet in de item shop geweest. Echt ongelooflijk. Dus een skin die we natuurlijk sowieso gaan halen. Dan een geleakte skin, een encrypted skin zelfs. Jullie zien het hier in het scherm staan. Heel erg vet, een rendier. Die moet ik sowieso hebben. Ja, er is echt zoveel dat ik moet hebben. Bijvoorbeeld ook deze. I mean, dit is de Polar Legends bundle. Of zoiets. In ieder geval de Frozen Nogops. Holy damn, die moet ik hebben. De Frozen Nogops is echt ontzettend vet geworden. Daar hoort natuurlijk ook een vette backplink bij. Namelijk van Polar Peak. Super grappig. Daarnaast een nieuwe PlayStation pack komt eraan. Super dik natuurlijk. En er is zo ontzettend veel. Dus mijn cam eventjes weg. Hoppakee. Dit schermpje eroverheen geplakt. Jullie zien nu alles langskomen. Er zitten een aantal dingen die ik zojuist ook al heb behandeld. Maar ook heel erg veel nieuwe dingen. Allemaal dingen die we dus kunnen verwachten. Zeer binnenkort. Hoop ik een beetje. Of het blijft in de vel zit. Zou natuurlijk ook kunnen. Dan als laatste heb ik voor jullie nog eventjes een filmpje met wat meer duidelijkheid over de skins. Namelijk een aantal skins die zijn gewoon in de lobby gezet. Of nou ja, eigenlijk bij je locker. Dus laten we daar eventjes naar gaan kijken. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze, ja, wat chaotische video. Ja, chaotisch valt in principe wel mee, maar het ging echt super snel. Dus ik hoop dat jullie dat chill vonden. Vonden jullie dat chill? Druk dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Geniet van de update, hij zit er nu in een grote update. Was trouwens ook best wel lang downtime, maar sowieso hyped. Er gaat nog heel erg veel gebeuren. Veel encrypted files. Veel kleine dingetjes die ook zijn aangepast. Bijvoorbeeld dat je nu kan zien hoeveel van je vrienden een bepaalde game mode spelen. Etcetera, etcetera. Er zijn wel kleine dingetjes. Maar die wil ik niet allemaal behandelen. Die moet je zelf ontdekken. Ja, het zijn zulke miniskeulen. Is dat een woord? I don't know. Het zijn zulke kleine dingetjes dat ze waarschijnlijk niet eens opvallen. Maar in ieder geval, dames en heren, bedankt voor het kijken. Druk nog eventjes op het duimpje omhoog. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. Zak te veel gevraagd in de itemshop van jouw aankopen, krijgen wij 5%. En tot de volgende video. Peace out. We'll be right back.